Bij een aangepaste dienstregeling rijden er minder treinen dan normaal. Ongeveer 80% van de treinen rijdt wel. En dat doen we om op het moment dat het buiten sneeuwt en er ontstaan storingen buiten, dat we die zo makkelijker kunnen oplossen. En dat er minder snel files ontstaan op het spoor. Daarnaast zijn er sneeuw- en storingsploegen buiten. En op het moment dat zich storingen voordoen op het spoor, kunnen die zo snel mogelijk daar naartoe en die storingen ook oplossen. Ondanks de aangepaste dienstregeling kunnen zich nog steeds storingen voordoen op het Nederlandse spoor vanwege sneeuw of vanwege vorst. We zetten ons voor de 100% zetten we ons in om deze storing zo snel mogelijk op te lossen. Maar het kan altijd zijn dat reizigers er hinder van ondervinden.